Ik ben Arjan en welkom bij een eerste indruk van Trove. Op het eerste gezicht denk je misschien, hey, dit komt me aardig bekend voor. Dit lijkt wel een beetje op Cube World. En dan heb je ook gelijk. Het lijkt heel erg op Cube World. Tenminste qua looks, het is niet helemaal hetzelfde. Trove is een game waar ik opkwam omdat ik keek hoe het was met Cube World. Ik ging naar de Reddit van Cube World om te kijken van, goh, zit het nou? Want die gast die dat ontwikkelt, die brengt één keer per anderhalf of twee jaar misschien een keer een update uit. Dus daar zitten we nog steeds met z'n allen met smart op te wachten. En toen las ik in de Reddit van Cube World dat heel veel mensen Trove spelen. Dus ik ben eens even kijken wat dat is en ik heb de game maar gewoon gekocht. Het is een early access game. Dus het is nog volop in ontwikkeling, maar er komen blijkbaar om de week of bijna elke week komen er updates voor uit. In tegenstelling tot de man van Cube World. Ja, en het is. Ik heb de tutorial gedaan. Dat was even leren bewegen, leren dingen kapot maken, leren met je zwaard slaan en leren dingen te plaatsen. Nou, dat was eigenlijk het enige. En toen kwam ik uit in de hub. En ik zal. Press E to enter a hub world. Ik druk nu op E. En ik. Ja, en toen ik klaar was met die tutorial, zeg maar, die ik had gedaan, toen kwam ik hieruit. Toen wist ik niet precies wat ik moest doen. En dat weet ik nog steeds niet goed. Ik weet nou niet waar ik net was, maar hier lopen allemaal mensen. Dus het is blijkbaar geen game die alleen op mijn computer draait. Het werkt met servers. Daar zijn we dan inmiddels ook al achter. En ja, het ziet er wel heel apart uit. Maar ik zag wat ik hier zag, daar ben ik even, die wil ik even naartoe. Ik ben een soort riddertje, kijk. Met een zwaard. En oranje ogen, dat zie je zo, en dit ligt niet zo goed. Ja. En ik kwam hier uit en toen zag ik dit ding, de Adventure Portal. Press E to enter a novice adventure world ideal for levels 1 to 3. Dus ik druk op E. Journey's beginning. Oh, hier stond ik dus net ook. Ik wist niet dat ik dat. Ik had dat blijkbaar al gedaan. Dus dit is de allereerste wereld, zeg maar, waar ik rondloop. En ik heb al net wat monsters doodgemaakt in de tutorial. Dit is de map. Oh, wat leuk, kan ik andere mensen zien? Cool. Nou ja, laat me gewoon even rond gaan lopen. Kijk, ik weet helemaal nog niet wat ik kan hiermee eigenlijk. Ik zal heel eerlijk even rondkijken. Wat heb ik hier? Ik heb iets. Oh, dat zijn vrienden. P. Clubs. Geen idee. Van een club starten, denk ik. Een mount. Oeh, alle mensen. Wat is dit? Een baby punchbot. Oh, oei, oei, ik word aangevallen. Oh, oh, oh. Oeblop. Oh, dat ging snel. Oké. Okay. Daar ben ik weer. Hey, hoi. Hey. Die gasten zijn heel sterk. Het was een kleine raptor naast me lopen. Ik weet niet of je het ziet, maar. Oeblop. Hemig, hey, wat een sterk ding is dit. Ik heb gelukkig allemaal drankjes op mijn Q, die kan ik gebruiken, dat heb ik inmiddels geleerd. Oh jemig, hé. Oh, ga eens kapot, hé, beest. Wow. Goed, dit is dus een level 1 tot 3 wereld en die wordt gewoon op de spawn aangevallen. Maar hier, die raptor, moet je kijken, die loopt met me mee, wat leuk. Ik wil nog heel even terug naar de, wat had ik net gedaan? P. Oh ja, dit is Collections. Zit onder de I. En wat is dit? Sprinkles. Die is wit. Dit zijn dus. Oké, dit zijn pets. Rascal Raptor. En dit is een Baby Punchbot. Oké, dat is een ander robotje. Dat is een robotje. Kijk dan net een soort van Cylon-ogen. Cylon-ogen, dat zeg je alleen maar wat als je Battlestar Galactica kent. Goed, heel chaotisch nu, dit. Maar goed, in ieder geval, wat zijn die drie portals hier dan? Even kijken wat dat is. Portal to Outpost of Light. Alle drie zijn Portals to Outpost of Light. Oké. Okay. Het zal wel. We lopen gewoon maar even een eindje de wereld in en we zien wel wat we tegenkomen. Ja, die wereld dus. Het zijn allerlei verschillende biomes zijn. Kijk, en als je planten kapot maakt, kun je de dingetjes krijgen. En ik had dus, dat was ik net aan het doen voordat ik werd aangevallen. Ik had dus in de tutorial een paar monsters doodgemaakt die lieten dingen vallen. En, oh ja, hier. Kijk. Een Shaman Shroomstick. Kan ik dat gebruiken? Ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Wat heb ik hier? Ik heb een mushroom chunk. Ik heb allemaal dingetjes gevonden. Formicide ore, dat is een soort erts. Helihead. Oh, die heb ik nu op. Ik heb een hoedje op met een paar. Oh, met een propelletje. Ha!
poep. Ik weet totaal niet wat dat met mijn karakter doet. Ik weet niet of ik ergens een statistiek kan opvragen van mijn karakter. Oké, dat is de store dus, blijkbaar. Ik heb de Knight, de Gunslinger en de Dracolite en de Fate Trickster. Die kan ik blijkbaar, deze klasse kan ik kopen blijkbaar voor 1050 van dit soort dingen. Ik heb er al 3250 gekregen toen ik dit spel kocht. Dus ik heb al wel wat geld. En dat goud weet ik ook niet hoe je daaraan komt. Kijk, er zit een soort in-game store bij. Ja, dit is allemaal wel een beetje geavanceerd werk hoor. Daar ben ik nog helemaal niet uit wat dit allemaal betekent. Laten we eerst maar gewoon lekker die wereld gaan verkennen. Dus even kijken wat we tegenkomen. Ik zie daar bijvoorbeeld iets oranjes. Dit is de Cursed Veil. Is die sterk? Ziet er wel heel sterk uit. Oh, valt er mee trouwens. Cool! Wat gebeurde er net? Het klonk alsof ik een level omhoog ging. Ligt hier wat? Of is dat stukjes van die ene van net? Ik weet totaal niet wat ik gedaan heb net, maar doe maar. Ik heb dus onder mijn tweede muisknop dus zeg maar een soort van verticale zwaardslag zitten. Hier, die bommetjes die laten ze ook vallen. Ik heb 7 bommetjes. Maar in de tutorial moest je allemaal plantjes kapot maken. Dat was eigenlijk alles. Dat was niet zo leuk om te filmen. Ik weet niet of ik nu ook kan bouwen. Maar als ik op tab druk, dan ga ik in de bouwstand. Hij kan ondertussen wel mooi aangevallen worden, zie je? Ik moet even weer terug naar de gewone stand. Oké. Deze laat weer wat vallen. Het ziet eruit als een zwaard. Redreep. Oké. Kan ik dat zwaard ook equippen? Redreep. Oh, cool. Maar hoe zie ik of het beter is dan wat ik nu heb? Oh, dat zie ik met plus 32 physical damage, plus 12 energy regeneration. Dat klinkt heel goed. Nou, kijk, en dit is mijn oude zwaard. En dat zie je in rode letters, zeg maar. Ik weet niet of je het kunt zien. Ik wil wel wijzen, maar daar heb je niks aan. In rode letters zie je dat het een stuk minder is dan wat ik had. Flux heb ik gevonden. First Amendment. Oh, dat is ook een wapen. Maar het is niet beter dan het wapen wat ik nu heb. Ja, het is even uitvogelen, maar je vindt dus wapens. Ik kan dit dus niet kapot maken, dat probeerde ik net. We gaan dus even dit nieuwe wapen uitproberen op deze rakker. Oh, dat is wel aardig sterk. Het vecht wel leuk, zeg dit. Wat hebben we hier? Een cornerstone. Oh, een cornerstone is je huis in dit spel. Dus je kunt zeg maar je eigen huis bouwen. En die kun je overal plaatsen en dan kun je dingen doen. Oei, hier kunnen we een god in. Zullen we dat eens even doen? Wat ik ook nodig had, want ik moest dus, zoals ik al zei, heb ik dat wel verteld? Nou ja, goed. In de tutorial moest je dus spullen vergaren. Die ik net ook vind, is die rode balletjes. Dat zijn warp seeds. En een partijtje andere dingen. En dan moest ik een soort van portal bouwen. Nou, die portal die heb ik gebouwd. En toen kwam ik dus uit in die wereld waar ik net was. En dan had ik dit voor nodig. Dit paarse steen. Dat kan ik kapot maken. Door naar de crafting modus te gaan. Of naar de blokbreak modus. En dan kan ik ze zo, zeg maar, loszetten, die blokken. Dan zit ik een beetje vast. Dan kom ik eruit. Die blokken kunnen ze allemaal kapot, dat is wel leuk. Zo. Ik ben zo diep gegaan. Oké, dat zijn we weer. Nou, die paarse blokken heb ik dus nodig voor, om spullen te maken. Hier zie ik gele blokken, die zie ik voor het eerst. Maar ik ga eerst even die gasten kapot maken. Hey. Hopsakee. Wat is dit? Vermin Veneers. Dat is een hoed. Oké, eens even kijken of die beter is dan die ik nu heb. Maar even, dat is niet goed. Ik doe het verkeerde knop in. Dit is mijn inventaris. En ik zit nog in de bouwmodus. Dus waar is Vermin Veneer? Waar zien we dat nou staan? Ik pakte dat toch op of heb ik dat niet opgepakt? Oh hier. Ja, dat is beter dan wat ik heb. Iets minder attack speed, maar toch. Dus deze doe ik op. Maar kijk, ik heb een soort van... Wat is het eigenlijk? Een soort van... oortjes. Goed, dit steen. Dit wil ik kapot maken. Kan dat? Kan ik dat kapot maken? Ik weet niet wat het is, maar daar gaan we straks wel achterkomen, denk ik. Primal Yellow Formicide Ore. Oh, daar had ik net ook al wat van. Oké. Met dat S kun je dus dingen maken. Dat ga ik dus ook zeker even proberen zometeen.
moet zeggen dat ik het erg leuk vind tot nu toe. Het is een beetje wennen. Oké, kan ik er zo uitspringen? Ja, heel makkelijk. Hier hebben we ook nog wat. Ik blijf maar even in de bouwmodus. Dat ziet er weer anders uit. Het is shapestone. Nou ja, dit spul moet je allemaal hebben dus. Dus terwijl je aan het avonturieren bent in deze wereld. Kan ik er nu uit? Nee. Wat ben ik toch aan het doen, joh? Ik zie zo weinig nu. Het is even wennen dit, hoor. Ik hoop dat ik mezelf ook niet zie, hè. Daar ben ik weer. Oké, pak me dan nog even mee en dan gaan we even verder. Want ik wil even wat dat spul hebben, want dan kan ik jullie even laten zien wat je kunt maken, zeg maar. Dat weet ik zelf ook nog niet. Ik heb alleen maar zo'n portal gemaakt. In de tutorialwereld, zeg maar, waar ik was. Daar kon ik dus niet uit. Ik kon echt niet weg. Toen heb ik dus die portal gemaakt. Zo, daar ben ik weer uit, hè. Mooi. Toen heb ik die portal gemaakt en toen kreeg ik, zoals je dat onderaan kunt zien in het midden, dat huisje met de letter H. Dus dat betekent dat ik zeg maar op die H kan drukken om naar de hoofdwereld te gaan. Hopsakee, dat zal hem leren. Oké, we gaan even verder. Ik zie daar iets met fakkels. Weet je wat het is? Ga gewoon eens even fijn kijken. Het ziet er gevaarlijk uit. Maar level 1 tot 3. Dat, ik weet niet waar ik kan zien wat mijn level is. Inventory. Dit zijn de recepten die je hebt, zeg maar. Ik zou nu een crafting bench kunnen maken. Maar goed, laten we hier eens kijken. Wat is het? Een soort van... Oei. Oh, dat ziet er spooky uit. Hier is een trapje naar beneden. Dit vind ik leuk. Wat gaan we hier vinden? Ik weet het niet. Dit vind ik wel mooi, hè? Oh, ik kan inzoomen met muis. Oh, dat is mooi. Een beetje uitzoomen dus, dan kun je wat meer zien. Zit er nog een trap naar beneden of zo? Hoei! Dit lijkt me niet goed om in te gaan. Kan ik ook dingen kapot maken? Nee. Ik mag geen dingen slopen hier. Maar ik moet zeggen, het is wel leuk om in zo'n wereld te ontdekken. Wat is dit? Is een kist. Dat is een graf, denk ik. Oeh, dat kan wel kapot. Oké. Ik zie er wel idioot uit met die muizenoortjes. Oké, ik kan niet zo kapot maken. Ik moet echt... Zo, maar dan komt niks uit. Als ik die dingen kapot maak. Maar ik kan nog verder naar beneden. Ik heb het gevoel alsof we straks wel wat gaan tegenkomen hier. Kijk, de grote vraag is hoe kom ik hier weer uit? Nou, waarschijnlijk door op de H te drukken of dat hele stuk weer terug te lopen. Maar daar heb ik echt niet zo'n zin in. Dus we lopen gewoon die kant op. Laat ik ondertussen eventjes naar de opties gaan. We gaan eventjes, wat was ik? Ik zag ook bovenin F1 staan. Even kijken, settings. En dan naar de controls. Wat hebben we allemaal? Springen, looten, ja, homeworld, H. Equip mount, Z. Oké. Ik heb geen mount volgens mij. Crafting, inventory, character sheet. Oh, dat zocht ik. Ah, oké. Hier zie ik wat ik heb. Iron Dotorg, level 2 knight. Dit is allemaal statistieken. En mijn passieve skills. En hier zie je mijn wapen. Je kunt nog dingen op je gezicht drukken ook. Dat is mooi. Een hoed. Kan ik die tweede hoed ook neerzetten? Nee, dat kan niet. Oké, dan pakken we toch deze. Primordial Flame. Dat is ook een soort erts. Nou, oké, prima. Ik weet alweer genoeg. We gaan lekker verder, joh. We gaan nog dieper. Kunnen we nog dieper? Muziek is ook niet de hele tijd aanwezig. Af en toe komt er even zo'n leuk dreigend muziekje voorbij. Het is ook allemaal heel simpel. En het past er wel goed bij, vind ik.
Ik zal het niet vertellen dat we niet verder kunnen. Jawel, jawel, jawel. Ik mis toch wel wat vijanden hier. Maar ja, goed, misschien piep ik straks wel anders. Oeh, dit gaat heel diep, zeg. Oh, oh, slimmer, ik schrok ik van. Ik had het helemaal niet gezien. Waar komt die nou vandaan? Goed. Hoe kom ik daar? Hier is geen trap meer naar beneden. Gewoon een gat. Nou, dan moeten we even zoeken of we misschien een trap vinden. Dat zal er vast wel zijn. Hé, hey, vijanden. Eindelijk. Joehoe. Ze komen meteen met z'n tweeën. Maar ik kan ze hebben. Ik kan ze hebben. Ik vind mijn robotje leuk. Je hebt er waarschijnlijk helemaal niks aan, maar toch. Ik wil heel even kijken bij de mounts. Dit was de store. Hier heb je de mounts. Ja, die kun je dan weer kopen. Voor dit. Maar dat wil ik niet. Ik wil even... waar was ik net bij dat craften? Dat was... Oh ja, dat was de collection. Mounts. Heb ik al een mount? Promo. Nee, dat heb ik allemaal niet. Ik heb geen mount. Maar die kun je misschien wel verdienen. Komt later wel. Ik kom hier weer uit, hè. Zou ik me gewoon naar beneden kunnen laten vallen dan? Dat lijkt me niet heel verstandig, maar doe maar. Laat het maar doen. Oh, dat kon. Wat is dit dan hier? Oh, wat is dit? Oh, daar ga je van springen. Oh, wat leuk. Ik heb er verder niks aan. Au, niet in gaan staan. Sorry. Het gaat nog dieper. Hé, daar is een portal. Wacht even. Kan ik daar komen? Ja, blijkbaar. Een gouden portal. Waar gaat hij naartoe? Naar de Cursed Veil. Oh, dat is weer naar boven. Daar ga ik eruit. Ik wil het nog niet uit. Want er moet er wel ergens een schat zijn. Ik ben er niet voor niks helemaal hier naar beneden gegaan. En nu ben ik hier in dit gat. Ik ga me nog niet vertellen dat dit het is. Maar dit hangt kapot. Oké, mooi. Dan moet ik eruit parcouren. Oh jee. Oh wacht, ik kan ze ook blokken neerzetten. Kijk, ik heb allemaal blokken. Dat kan ik ook. We springen hierop, 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 hierop. Dan plaats ik hier een paar blokken. En zo kom ik eruit. Nou, dat is leuk, maar ik snap alleen niet waarom ik dan hier naartoe ben gelopen helemaal. Als ik daar niks kan vinden. Oké. Ik mis iets hoor, dat kan niet anders. Nee, toch niet. Ik zie bijna niks. Dat is toch wel een beetje gek. Nou, dan gaan we er gewoon uit. Ik vind het prima. Dan smeren we hem wel. Ik weet ook niet wat er allemaal nog gaat komen. Kijk, nu sta ik... Huh? Oké. Wat is dit dan? Kun je het ook opgraven? Maar die stenen kunnen wel kapot. Dat dan weer wel. Oké. Laten we eens even verder kijken. We lopen gewoon die kant op. We vinden wel zelf wel wat. Denk ik. Daar is ook iemand bezig zo te zien. Maar je hebt dus bepaalde plekken. Dat zijn cornerstones. En daar kun je zeg maar kun je een huis bouwen. Nou, dat vind ik wel grappig. Ik zie daar iets groens. Laten we daar even naartoe lopen. Groen is fijn. Dit is een hele duistere, donkere plek. Het is wel leuk om naar een lichte plek te gaan. Hoppakee. Oh, ik kan ze nu makkelijk hebben, hé. Dat is mooi. Ik kan niet rennen of zo. Wow. Oh, dat zijn van die hele gevaarlijke. Oh jee, dan ben je dus Sjaak. Oké. Wacht even. Ik ben wel sterker dan net. Dus dat scheelt. Oh jee, oh jee, Q. Jij
Jemig de pemer, hé. Daar mag wel een mooie schat vanaf komen van deze. Hij schiet. Hoppakee. Poeh. Hey, bedankt, Sharina. Top. Maar dan heb ik geen loot, zeker. Nee, er is niks afgevallen. Potverdorie. Nou, dat is jammer. We gaan naar het groene toe. Oproepend jij. Ik heb net een zware bevalling achter de rug. Ik wil jou nu even niet in de buurt weg. Zo. In de verte zie ik een groen paradijsje. Kijk nou. Dat ziet er mooi uit. Maar het is allemaal nog heel ruw. Maar het leuke is dus dat er ontzettend hard aan gewerkt wordt. Dat vind ik wel leuk. En ik weet ook wel dat het waarschijnlijk bij Cubot ook wel zo is. Alleen die man die dat ontwikkelt is zo'n rare flapdrol. Die brengt gewoon geen updates uit. Nou, en we willen natuurlijk graag allemaal updates zien van onze favoriete games. Is dat dan voor een X? X marks de spot. We gaan even kijken. Kan ook zomaar een huis zijn van iemand hoor. Oh, daar is ook een X. Geen idee wat ik moet voorstellen. Wat gebeurt er nu? Het kan maar zo zijn dat het iemands huis is. Oh, dat is een trapje. Wacht even, we gaan even kijken. Dat vind ik altijd wel leuk. Van die games. Je moet alles, je ontdekt nu alles voor de eerste keer. Dat vind ik leuk. Wat is hier te doen? Wat gebeurt hier, jongens? Ik heb geen idee. Het lijkt wel een soort arena, maar ik zou niet weten wat ik hier moet. Dan gaan we toch weer. Charge forward. Hoe doe ik dat? Waarom staat het onder in beeld? Charge. Ik weet niet hoe het onder in beeld staat. We gaan weg. We gaan weg hier. Ik ga zo even terug naar de hub. En dan gaan we eens even kijken wat daar te doen is. Zo, het is hier diep ook beneden, zeg. Oeh. Nou, we blijven even in het groene. Ik zie daar ook nog wat leuks. Gaan we ook even kijken. Wat is dat dan? Water? Dat is water. Een soort gigantische waterleliebladen liggen daar. Cool, kan ik ook zwemmen? Het is niet heel diep. Hier kunnen we in. Oké, dat vind ik leuk. Als we ergens in kunnen, dat doe ik graag. Dan gaan we erin. Eens kijken wat hier is. Hier hangen fakkels. Een soort groene grot. Waar gaat dit naartoe, jongens? Is dit dat? Is dit het gewoon? Hoe kom ik hier weg dan? Dit ziet uit als een deur. Ja. Misschien is het toch niet waar. Ik kan wel die stenen weghakken. Maar verder kan ik niks hier. Vreemd. Nou, dan gaan we eens even op H drukken. Wat doet hij nou toch? We gaan op H drukken. En wat doet hij nu? Ah, nu kom ik weer uit in de Peaceful Hills. Oké, als ik hier in druk, dan ga ik weer terug naar waar ik net was. Maar dan sta ik alweer op de centrale plek. Oké, laten we even kijken hier op de kaart. Als wij naar het... wat is dit? Deze kant op gaan. Even kijken hoor. Die kant op. Dan komen we uit in een groen deel. Als we verder doorlopen, komen we uit in een soort grijs deel. Geen idee wat het is, maar het is leuk om even te bekijken. Dus we lopen die kant op. En die gast daar heeft ook een poort bij zich. Dat is een huis van iemand, daar. Dat is een cornerstone. Ik ga zelf even kijken of ik er ook een kan vinden. Ja, hier, daar. Nou, hier heb je dus een soort van grijze plek. En dan kan ik naartoe en dan kan ik zeg maar op een knop drukken en dan komt mijn huis hier te staan. En ik ben benieuwd of het precies hetzelfde huis is als wat ik had in de tutorial. Ja, precies. Want wat ik dus gedaan heb in het tutorial is, dat is hier naartoe gelopen. Kijk,
Toen heb ik een poort gemaakt. Die kon ik hier craften. Dit ding, een hub portal. En die heb ik vervolgens buiten neergezet. Hier. En toen kwam ik dus in dat gebied waar we net waren. Dat vredige gebied. Dus mijn huis blijft blijkbaar dus overal gelijk. Het is een soort van draagbaar huis als het ware. Een soort van caravan. Dus dat betekent dus dat als je in een wereld bent... Oh, dan ga ik weer naar de Peaceful Hills. Was niet wat de bedoeling, maar vooruit. Maar dat betekent dus als je in een bepaalde wereld bent... kun je altijd zeg maar gewoon bij een plek staan, een cornerstone... en daar gewoon je huis neerknallen. Oh, nu kom ik hieruit en niet meer op de centrale spawn. Oh, dat is handig. Het probleem is nu wel dat ik niet wist waar kant die broker weer op. Die kant op, hè? Denk ik. Even kijken op de map. Nee, totaal de verkeerde kant. Die kant ging ik op. Oké. Ja, het is toch een beetje uitvogel allemaal. Maar je kunt dus levelen. Je zit met meerdere spelers in het spel. Je hebt echte grotten die je voortdurend kunt verkennen. Kijk, hieronder ook weer eens van alles te vinden blijkbaar. Ik vind het wel leuk, maar ik wil even naar het volgende gebied. Vandaar. Viking Burial Grounds. Daar lopen we nu. Dat klinkt gevaarlijk. Volgens mij staat er ook al een Viking. En daar ook. Hij is een gunslinger. Dat is een andere klas. Ook leuk. Maar we kunnen dus dingen kapot maken. We kunnen ertsen weghalen. Die kunnen we gebruiken om dingen te bouwen. Dan had ik dat eigenlijk net even willen doen toen ik bij mijn huis was. Maar toen maar. Kon nog wel. Ik loop nu gewoon even lekker die kant op. Met die grote boom daar. En die vikingen zien er wel tof uit. Ik zal even deze kapot maken. Hopsakeetje. Ik krijg warp seeds. Ik krijg alleen maar warp seeds. Hier is een watertje. Oh, dit ziet er vredig uit, dit gebied. Heerlijk. Frigga's Fjord. Het regent ook nog. En daar hebben we een web. Een hornet, wat zal het zijn? Zo. Hé, hey, dat is mijn ding. Bobbis. Die wilde ik doodmaken. Dan ben ik benieuwd of we overal van die plek hebben, van die cornerstones. Want als dat zo is, kan ik misschien mijn huis gewoon weer ergens neerknallen. Ik wil ook een mount. Ik wil ook een mount. Weet je wat we gaan gewoon doen? De shop. Het zit hier. Ik heb wel wat. Kijk, ik heb 1500. Ik kan wel een mount kopen. Sprinkles, Sebastian, Stormy. Stormy of Sebastian. Medium speed mount. En dit is een fast mount. Zullen we gewoon voor Sebastian gaan? Die is snel. Die is ook snel. We gaan voor Sebastian. Die vind ik leuk. Die is een beetje bruinig. Ja. Ik heb Sebastian nu. Ik ben wat goud kwijt. Maar volgens mij als ik dan nu naar die ene dinges ga waar ik net was. Dit. Purchased. Sebastian. Wanneer, heb ik die nou nog niet? Dat vind ik gek. Misschien moet het even verwerkt worden of zo. Dat zou kunnen natuurlijk. Wacht even hoor, Mounts Store. Die heb ik gekocht, toch? Misschien moet ik hem ergens ophalen of zo. Dat zou maar zo kunnen. Nou, dan lopen we maar even verder. Ik vind het ontzettend leuk uitzien. Ik vind het ook niet per se mooier of lelijker dan Q-World ofzo. Ik hou gewoon wel van dit soort voxel games. Heel gaan ze kapot, man. Hopsakee, dat bedoel ik. Oké, die gaat heel op. Ik wil die mount hebben. Of zit die in mijn inventaris? Dat zou natuurlijk ook kunnen. Oh, hier is die. Do you want to add this to your collection? Ja. Cool. En dan ga ik hem nu vinden in mijn collectie. Ah, cool. Oké. Waar is hij nou dan? Hoe krijg ik hem nu? We gaan heel eventjes kijken bij de opties. Ja, het is uitzoeken. Eerste indruk. Niet voor niks. Ik moet het echt even uitproberen. Mount. Ik zag het wel voor me ergens staan. Equip mount. Dat is met een Z. Hey. Oh, dat scheelt. Oh, dat is leuk. Even kijken naar Sebastian. Een beetje een lelijke, maar toch.
Kijk, dat gaat wel even een tikje vlotter dit. Kijk, ik zie allemaal spullen die ik wel zou willen meenemen, maar ik wil even kijken wat er nog meer voor verschillende plekken hebben, zeg maar. Dus ik loop even snel hier naartoe. Ja, dan ben ik dus benieuwd. Wacht even, ik moet even hem slaan. Of haar, ik weet niet of het hem of van haar is. Dan ben ik benieuwd of ik gewoon hier mijn huis ook weer kan neergooien. Alsof het een soort van spawnpunt is. Ik ben heel erg benieuwd, ga even kijken. Oh, dan is mijn huis daar waarschijnlijk dus weg. Kijken of ik wat dingen kan maken. Wat kan ik maken? Een deconstructor. Spullen die ik niet meer nodig heb, die kan ik daarin kapot maken. Daar krijg ik weer materiaal voor. Een forge, dat is dus een soort oven. Kan ik dat maken? Ja, oh, daar heb ik de spullen voor. Dat is mooi. Dit kan ik niet maken. Dit wel. Een cube converter. Kun je verschillende kleuren blokken maken. Een personal chest. Kun je spullen instoppen. 36 slots. Gewoon een kist. Nou, dat kost alleen maar die shapestone. En we hebben ook nog een formicide crafting bench. Daar hebben we dus shapestone en formicide ore voor nodig. Wat ik wil hebben is de forge, denk ik. Dat lijkt me handig om te hebben. Die gaan we nu maken, blijkbaar. En je kunt je huis kun je gewoon aanpassen. En dat blijft gewoon bewaard. Dus dit is een standaard huis dat ik nu heb. Ik heb er eigenlijk niks aan gedaan. Kijk, hier kan ik gewoon mijn rode dingetje bij bijvullen. Ik kan volgens mij mijn huis ook gewoon slopen, dacht ik. Ja, zie, kan ik allemaal kapot maken. Dus ik kan er nu gewoon een groen blok voor in de plek zetten. Je kan mijn hele huis verbouwen en zo. Dit is gewoon het standaard huis. Maar als je lekker creatief bent, dan kun je er van alles van maken. Dus. En. Oké, dus ik heb de forge gemaakt. Die kan ik nu plaatsen met 5. En waar zetten we hem neer? Nou, waar zetten we de oven neer? Gewoon buiten het huis, hè? Zetten we hem tegen deze wand aan? Dan laat ik hem maar bij de werkbank zetten. Lijkt me verstandiger. Zo. Kijk, daar is mijn forge. Dit bordje dat kan volgens mij nu ook wel een keer kapot. Dat kan ik denk ik ook wel slopen. Mooi. Want dat hebben we inmiddels gedaan. Hè? De tutorial was dat. Dan heb ik dus deze forge. Wat kan ik daar nou mee? Geen flauw idee wat ik daarmee kan. En dan hebben we nog de kist die we kunnen maken. Kan dat? De personal chest kan ik niet maken. Oh, de Formicide Crafting Bench. Ja, die kan ik ook maken. Kan ik dus blijkbaar dingen maken van dat Formicide wat je kunt vinden overal in de wereld. Nou, ben heel erg benieuwd. Ik ben heel erg benieuwd. We gaan eens even kijken. Dat is 5. Formicide op. Die plaatsen we hier. En ik heb ook nog dit ding. Die zetten we hier neer. Oké, de Forge. Goed, dan ga ik hier weer naartoe. Formicide. Ik kan nu dingen maken. Oh, ik kan nu heel veel dingen maken. Dus eigenlijk nog meer. Ik kan dezelfde dingen maken die ik al kon maken. Maar nu ook een Chaos Forge. Dan heb je de Eye of Cthulhu nodig. Allemaal dingen die je dus blijkbaar moet vinden in de wereld. Nou, dat is hartstikke leuk. Maar dat heb ik allemaal nog niet. Maar het staat nu wel in mijn huis. En dat betekent dus dat... Ja, dat is een ijswereld. Dat is ook wel mooi, hè? Dat betekent dus dat ik dat dus gewoon ieder moment kan gebruiken. Als ik maar weer ergens een plek vind. Kijk, hier hebben we weer van die sharpstone. Ik vind het wel mooi uitzien. Allemaal spullen die je weg kan halen. Ik doe het nu niet hoor. Ik ga even doorlopen. Ik zie daar ook nog een raar soort groensteen. Het ziet eruit als een soort van dungeon. Ik ben benieuwd hoe ver dit ook doorgaat. Ik kan op de map kijken. Ik kan gewoon doorlopen terwijl ik op de map kijk. Hier is een soort van groene... Hier is een hub, staat er. Ik ben benieuwd wat dat betekent. Dan loop ik nu rechts is een hub. Dat is dat gebouwtje daar, denk ik. Hé, wat gebeurt er nou? Oh, hij zet me even terug. Ja, dat vind ik wel heel leuk. Er valt genoeg te ontdekken hier. Ik kan het allemaal echt niet doen in een half uur. Ik zit voor mij ook al royaal over de tijd, maar doe maar. Oké, dit is een hub dus. Hier kun je dingen uitwisselen met andere mensen. Even je gezondheid bijvullen. We kunnen helemaal naar boven ook. Oh jee, oh jee, oh jee. Oeh. Gelukkig is mijn mount best sterk.
En zo gaan we naar Journey's Beginning. Nou, vind ik een prima plan. Kijk, nu staan we weer aan de spawn. Oké, en nu kunnen we weer naar de Outpost of Light. En hier is ook een Outpost of Light. Eens kijken waar dit is dan, op de kaart. Oh, dat is totaal ergens anders. Dat is precies aan de andere kant van deze wereld. Grappig. Ja, ik vind het best heel leuk. Ik vind het best heel erg leuk. En is daar weer ijs zeker of is hier water? Oh, hier is gewoon water. Oceaan. Oké. Ja, tof. Ik vind het leuk. Dit is iemand anders een plot. We kunnen er gewoon in. En dan zijn we weer in de hub, in de standaardwereld. De Peaceful Hills. Dat vind ik een mooie plek om er een punt achter te zetten. Ik weet ook niet wat dat is daar. Ja, ik weet nog zoveel niet van deze game, maar zo te zien valt er genoeg te ontdekken. Ik vind het wel leuk dat er zoveel andere mensen zijn. Dat vind ik echt heel leuk. Kijk, zoals dit hier. Wat is dit nou? Atenvia's Club World. Gilnidor's Sanctuary. All tools and portals and start. Dit is iemand anders in de wereld. Dit zijn rollercoasters, merry-go-rounds. Laten we eens even kijken hier. Ik ben heel erg benieuwd of we daar echt wat kunnen vinden. Wow, wat een drukte! Hier staan dus blijkbaar alle workbenches die je maar wil. Dus je hoeft het eigenlijk niet eens zelf te craften. Je kunt ook gewoon hier naartoe gaan. Personal chest. Hier staan nog gewoon kisten al. Nou, dat is handig. Hier staat een compleet schaakbord zo te zien. Bizar zeg. Echt leuk. Ik ben benieuwd of dit van de ontwikkelaars is of van spelers zelf. Ik kan me voorstellen dat ontwikkelaars gewoon ook bepaalde testdingen plaatsen. Wat is dat daar? Een soort van lava. Dit is lava volgens mij daar. Lava vulkaan. Ja, leuk. Ik vind het echt leuk jongens. Ik moet stoppen. Wacht even. Is dit een achtbaan die we kunnen gebruiken? Want dan gaan we dat even doen. Ik zie alleen geen karretje of zo. Ik denk dat ik iets mis hier. Waarschijnlijk moet je hier een karretje op plaatsen, maar ja, dat heb ik natuurlijk niet. Het is ook heel stil hier. Maar goed. Jongens, ik ga een dik vette punt achter zetten. Ik heb wel door dat ik hier nog genoeg in te ontdekken heb. En dat vind ik erg leuk. Hier de Volcanic Fields. Kijk eens aan, dat wordt ook meteen een stuk dramatischer de muziek. Ja, heel leuk. Ik ga hier een dikke punt achter zetten, jongens. Ik wil je bedanken voor het kijken. Ik hoop dat je het leuk vond. Ik vind het echt een leuk spel. Gewoon het nieuwe, zeg maar, het ontdekken ervan vind ik leuk. Het hele idee van dat het zo vaak wordt geüpdate, dat je dus zeg maar om de twee weken nieuwe dingen kunt vinden, vind ik ontzettend leuk. Ja, ik heb de smaak wel te pakken. Goed, even voor de duidelijkheid voor de mensen die dat altijd vragen, of hier een serie van komt, ga er even nog niet van uit. Maar, oh, jemig, dat was niet de bedoeling. Ga er even niet van uit, maar als er nou heel veel dingen veranderen, zal ik waarschijnlijk misschien een keer een livestream doen of een videootje starten of zo. Of een nieuwe video maken. Doe ik misschien wel. Hey, maar goed, ik zet er een dikke vette punt achter. Ik hoop dat je het leuk vond. Je duimpje omhoog is ontzettend welkom. Deel deze video met mensen van je denkt dat die het ook tof gaan vinden. En dan zie ik je dolgraag een volgende keer weer terug. Dit was een eerste indruk van Trove. Bye bye.